Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schouwburg Amphion, Theater De Storm en Het Museater. Van harte welkom bij het Theaterjournaal. Natuurlijk vandaag naast mij Bert en Ineke en Charlotte Rost. En Charlotte, dankjewel dat we opnieuw in jouw theater wekelijks mogen zijn. En we gaan beginnen met Chris Hintze. Ja. En die komt bij jou in het Museater. Klopt. En Chris, vertel. Nou, Chris Hintze is een fluitist. Ja. Vierde toch hoogtijdagen, denk ik, jaren 60, 70 zo ongeveer. Okay. Maar... Hij is niet stil blijven staan, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Die man is rond de 70 denk ik inmiddels, maakt nog steeds theatervoorstellingen. Maar zijn theatervoorstellingen gaan over zijn reizen. Mag ik zeggen, het is van Tibet tot... Ja, hij is aan het experimenteren gegaan, ja? met muziek en met klanken en met geluiden. Ja, ja, precies. Reist de hele wereld over, ja. En dat doet hij in deze voorstelling. Ik geloof dat hij nu ook ergens in Afrika weer zit en hij reist overal naartoe. Dus het grootste gedeelte van de tijd is hij op reis met een fotograaf. Dus hij laat zich inspireren door de beelden, door de reizen. En daar maakt hij dan weer muziek mee. Ja, precies. Van. Dus muziek, hij neemt je als het ware in de muziek mee, ja. in de wereldreis die hij maakt. En dat dus maakt het tot een boeiend schouwspel. Ja, het is dus een fluitist, maar hij neemt ook van alles op. Dus hij neemt geluiden op, wat hij tegenkomt, andere muzici uit andere werelddelen. En dat mengt hij eigenlijk in een soort media... achtige setting. Een media-achtige setting. Kun je daar iets meer over zeggen? Nou ja, beeld natuurlijk. Ja, de beelden van de fotograaf. Maar ook de geluiden. En dat mixt hij dan onder zijn fluitspel. En dan en hij heeft ook... Hij is met muzikanten toch, of niet? Nee, hij is alleen. Is hij alleen? Oké. Okay. Oh ja, dat wisselt nog alles. Dus volgens mij staat hij alleen. En dan heeft hij een hele ding. Geluidsapparaat. En de beelden dus. Hij is een fluitist in dit geval. Ja. Kun je iets vertellen wat voor soort muzikant het dan eigenlijk is? Hij werpt zich echt op de wereldmuziek. Dus als je verwacht van een klassiek fluitist, dat is hij dus niet. Nee. Hij heeft natuurlijk wel die achtergrond, maar het is heel erg veel op improviseren, maakt zijn eigen stukken. Het is dus niet saai of zo. Laat zich inspireren door de wereld en wat er om hem heen gebeurt. En waar dus de diversiteit in de klanken, in de muziek, in de beelden, die wordt bij elkaar gebracht. Ja, precies. En Chris Hintze gaat dat doen bij jou. Ja, en dat heb je mooi samengevat. Ja, niet beter. Wanneer? 29 maart. 29 maart. Ja. Mooi, Museater. Museater. Chris Hintze, absoluut. Doen we. Ja. We gaan een hele andere slag in. Emilio Koesman. Op 28 maart. 28 maart? Ja. In de storm. In de datum is gezegd. Daarom. Die mag je niet meer vragen. Ja, nee, goed. Mensen kunnen dat natuurlijk altijd op www.focus. 28 maart. Bert, hij komt ook bij jou? Ja. Weet je welke datum? Ja, 9 mei. Nee, 8 mei. Nee, ergens in mei. Dames en heren, dit hebben wij geoefend. Bij mij komt die 4 april. Of in Doetinchem. Nou, fijn dat jullie dit geoefend hebben. Ik merk dat het er vlekkeloos uitkomt. Dus het scheelt weer fantastisch. Maar vertel eens, Emilio Koesman, wat gaat hij doen? Emilio Koesman is een cabaretier, die heeft ook het Leids Cabaret Festival, heeft hij in 2011 of zo, heeft hij de publieksprijs gewonnen. Ja. Het is het broertje van, dus dat kan ook nog heel erg tegen je werken natuurlijk. Ja, want, precies. Gabriel Koesman is natuurlijk zijn grote broer, om het zo maar te noemen. Ja. Maar ik zag toevallig nog een stuk van hem. Hij was laatste keer bij Pauw en Witteman, geloof ik. Of zo. Dat vertelde hij over zijn nieuwe voorstelling. En toen vroeg ze hem ook of hij daar nou last van had gehad. Ja. Hij zegt, nee, we spelen daar natuurlijk ook wel mee. Want mijn broer vertelde in zijn show. En dat is ook zo, want je hebt hem ook gezien. Volgens mij heb je hem toen bij mij gezien. Gabriel Koesman, die heeft natuurlijk, laten we het zo stellen, een wat moeilijke periode achter de rug. Ja, ja, ja. En goed. En daar vertelde hij ook heel eerlijk over in zijn show. Dat hij zo goed als in de goot lag. En vervolgens zegt Emilio in een van zijn shows, en volgens mij is dat niet in deze show, maar die show ervoor, van dat was wel heel goed geweest voor mijn populariteit als dat echt verkeerd was gegaan. Terwijl Gabriel in zijn show zegt van, mijn broertje heeft me gered uit de goot. Dus ze doen dat op een hele...
ja, echt cabareteske manier. Het klinkt een beetje vreemd, maar het is... Ik ben toch wel heel benieuwd. Hè? Het heet een dunne dekmantel. Hè? Kun je iets vertellen waarom... Nou ja, de poster zegt het eigenlijk ook wel een beetje. Ja. Het is een beetje het Fidel Castro idee, maar dan met een neppistooltje en een vredesvlaggetje eraan. Ja. Dus dat is ook een beetje het verhaal achter de voorstelling van zie ons eens stoer doen. Maar eigenlijk zijn we natuurlijk helemaal niet zo stoer. Ja. Maar het is een... Heeft hij niet een prijs gewonnen in 2010? Ja, dat zei ik net. Hij heeft de publieksprijs in het Leids Cabaret Festival. Leids Cabaret Festival. Het ging me even te snel. Ik was aan het denken en toen... Okay. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Goede cabaretier. Een van, wat mij betreft, een van de nieuwe lichte cabaretiers. Inhoudelijk. Ja. Als je hem vergelijkt, dat ga je dan toch soms doen. Is zijn broer wat feller, hè, wat dichter op de bal. En is hij meer een spelverdeler om die metafoor door te trekken. Beschouwelijker. De recensies waren erg goed van dit programma. Is mooi ontvangen. Sterren, ja. Dus in drie theaters. Ja. Dus ik zou zeggen, top. Als eerste In de Storm. Emilio Koesman. Als je daar gemist hebt, ga je naar Amphion. En heb je dan nog gemist, kun je nog wel mee. Nou precies, dan komt het helemaal goed. En dan nog één keer de data. Dat is toch mooi? 28 maart. 4 april. En in mei. Ja. Nee, maar helemaal goed. Okay. Prachtig, Emilio Koesman. Die hele voorstelling die gaat over onze tournee met Nederlandstalige teksten door Mexico. Een heel magisch verhaal, wat zich allemaal speelt in het teken van die Maya-kalender. En er is ook een film van gemaakt door mijn vaste cameraploeg van Joris Showroom en Hello Goodbye. En die film is op televisie geweest en is ook in première gegaan op het filmfestival. En het is echt ongelooflijk. We hebben het eerste seizoen dat we deze voorstelling speelden, dacht iedereen, hij heeft het allemaal verzonnen, want het is te mooi. Maar op de film, documentaire, kun je zien, het is echt gebeurd. Ja. Die film heeft het echt goed gedaan. Hè? En daar pluk je natuurlijk ook de vruchten van de voorstelling. Vertel jij ook in de voorstelling, bij je vorige voorstelling had je ook wat je allemaal tegenkomt en allemaal beleeft en bijzondere mensen meemaakt en situaties. Komt het in deze voorstelling ook weer terug? Ja, in onze voorstellingen doen we eigenlijk, de basis is eigenlijk altijd hetzelfde. Dat bestaat uit die hele mooie liedjes en die hele vrolijke nummers. Ja. En daardoorheen rijg ik een verhaal. En in deze voorstelling Licht is dat echt een heel mooi, gelukt, opgebouwd verhaal. Ik sprak laatst Henk, die natuurlijk ook in Doetinchem heeft gewerkt als directeur. En die was helemaal, het is zo'n spannend verhaal, het pakt je helemaal bij de lurven en je wordt helemaal meegesleept naar het einde. Het is een heel goed gelukt in deze voorstelling om alles met elkaar te verbinden. En dat is natuurlijk het hoogste doel, dat alles klopt in zo'n verhaal. Bij dit programma, ons derde programma, hè, nu Licht, daar horen we als reactie, behalve dat iedereen verrast is en zo, dat zit er ook erbij, maar zeggen ze van, dat verhaal is, je zit op het puntje van je stoel, dus hier is echt het theatrale verhaal het belangrijkste. En ze vergeten bijna hoe ontzettend onstuimig en geweldig onze band speelt, dat het decor hartstikke mooi is, dat we heel mooi samen zingen en zo, want het verhaal is zo sterk dat dat de boventoon heeft. En dat is natuurlijk echt theater. Ja. En dat is ook echt wat we droomden, dat we dus steeds beter dus muziek en verhaal door elkaar heen kunnen vlechten. Eerst vanavond nog en dan zien we jullie ook nog vaak Want deze tournee is echt, dat gaat echt zo als een dolle, dat is echt heerlijk. Ja. Want dit is de 95ste keer dat we hem spelen, geloof ik. Ja. En het voelt nog steeds als de eerste keer. Nou, top. Zo wordt het ook. Hey, dankjewel en veel plezier. We gaan wat mij betreft ook gelijk maar even kijken naar de andere voorstelling in jullie theaters. En dat doen we in de theateragenda. Het enthousiasme waarmee de muzikanten spelen werkt verslavend. En al gauw voel je in elke vezel van je lijf de passie, trots en liefde. And first of all, they made me look like Roy Orbison. And then they made me look like Adolf Hitler. And it was so actually quite scary how close I looked like Adolf Hitler. But that sort of planted the seed about, well, if I'm going to play somebody, let's play the big baddie of all time. De boerendisco dansie op de klompen. De boerendisco dansie op de maan. We willen
oude mannen die willen allemaal hetzelfde. Ze willen allemaal twee dingen. Ze willen namelijk allemaal willen ze praten en wandelen. Allemaal. En ik geloof dat gewoon niet, ja? Nee, je wil hooguit wil je even praten en even wandelen. En ja, de rest van de tijd wil je gewoon nakkie-nakkie doen. Zag ons levenslang in volle glorie. Wat zou je zeggen als ik denk dat ik verliefd op je ben? Dan zou ik zeggen dat je uit je nek kletst. Koning, dat heel gauw een leeuwin, dat is een leeuwende vrouw, de kleintjes weer terugstuurt. Nou, vele voorstellingen in de theateragenda weer gezien. Maar we gaan naar Amphion, The Love Story. Ja. Volgens mij is dat ook ooit verfilmd naar aanleiding van een boek. Klopt. Toch? Volgens mij jaren 70 of ja, zo. Ja, 1970, klopt. En ja, de thema, ik zal niet gaan zingen, maar het thema is heel erg bekend. Ja. Het komt terug in de voorstelling, maar is geen basisthema in de voorstelling. Nee. Er is een musical van gemaakt, Joop van der Ende. Vorig jaar? Ja. Ja. En Joop van der Ende heeft het gemaakt, wat je er ook van vindt. Hij maakt kwalitatief, vind ik, de mooiste musicalproducties. Ze zijn rijk om naar te kijken, in de zin van rijk aangekleed. Ook nu weer een grote cast, mooie decors. Ja. Dus daar schort het allemaal niet aan. Daar hangt ook een prijskaartje aan. Daar ben ik gelijk ook heel eerlijk in. Maar ik ben heel trots dat ze drie voorstellingen in Amphion komen geven. 28, 29 en 30 maart. En een heel weekend komen ze hier naartoe. Ja. En het is het verhaal van een rijke jongen ontmoet wat armer meisje door heel hard te werken en door heel veel afzien van haar ouders piano kan gaan studeren. Zij tegen de wil in van met name zijn ouders krijgen zij toch een relatie met elkaar. En hij studeert rechten en zij blijft eerst thuis opdat hij zijn studie af kan maken zodat zij vervolgens haar pianostudie kan oppakken. Hm. Maar het verhaal eindigt dramatisch, want zij wordt ziek en overlijdt. Volgens mij, ik heb er een stukje van gezien. Volgens mij is het ook een stukje en dat ze continu lopen te duwen en te trekken als het ware naar elkaar. Dus het, ja, nee, ze stoten elkaar af. Ze stoten elkaar af, trekken elkaar aan. Ja. Nee, dat klopt. Het is een woordenspel die daar. Het oude thema. Het al oude thema. Het oude thema. Ach, Ineke, die weet het natuurlijk. Ja. Als geen ander. Nee, het is heel mooi vormgegeven. Het speelt zich ook af in een tijdsbestek van een 10 jaar, dus ja. Je ziet hun relatie ontstaan en je ziet ze bij elkaar zijn. Ja. En dat is heel mooi weergegeven. De decorwisselingen vaak zie je bij Van der Ende dat allemaal uit de kap komt, zoals dat heet, mm-hmm. uit het plafond. Maar in dit geval schuiven alle acteurs. Het is bijna een soort choreografie van de acteurs met allerlei decorstukken. En wat ik zelf een hele grappige scène vind om te verbeelden dat de jaren gaan, is dat je achter op het toneel zie je dan op een gegeven moment mensen een verjaardagsfeest vieren en die zie je dan in de polonaise lopen en dat telkens wordt de leeftijd of het jaartal wordt omgeslagen. Zo zie je dan zie kunnen je wij ook nog een keer doen. Ja, dat kunnen we ook nog een keer doen. Maar het is echt een hele mooie productie. Ja. Oorspronkelijk zat er een pauze in, die is eruit gehaald en het is nu dik 1,5 uur. Dus dat is relatief kort, maar het is echt een prachtige productie die wat mij betreft de moeite waard is. Helemaal goed, Charles. 3 dagen lang in Amphion. Ja. Geweldig. Mag ik jullie bedanken voor de voorstelling die jullie hebben toegelicht. En we hebben ook een paar stukken kunnen zien inmiddels. En ik wil u bedanken voor het kijken naar het Theaterjournaal. En wat ons betreft graag tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schouwburg Amphion, Theater De Storm en Het Museater.